Maar ik zag er een beetje Mondriaan in. Ja, dat is Mondriaan. Het woord eigenlijk wat het hele blok wat je erin kan lezen is het woord Rietveld. Oh, ja. Het is dermate geabstraheerd dat je het eigenlijk alleen nog maar in vlakken ziet en wat eigenlijk kenmerkend is voor de stijl. Ja. Hoe lang zijn jullie hiermee bezig? 2 dagen. Jullie mogen ook 6 dagen eraan bezig? In principe wel, maar ik probeer het in 2 dagen af te maken. Oh ja. En je houdt ook van hergebruik, zie je? Ja. Nou, we zijn een beetje krap op de afplaktape. Oh ja. We moeten op een gegeven moment wel gaan hergebruiken. Ja. Mooi, hoe zijn jullie aan het project gekomen? Zijn jullie daarvoor gevraagd? Nou, ik heb een aantal jaren geleden voor de gemeente Den Haag grote projecten in de binnenstad gedaan. Wat? De Raamstraat en de Haagpoort. Grote muurschilderingen. Ja, waar de Goldenering staat daar toch? Ja, ja, de Goldenering. Waar. Hoe ben je er toe gekomen om hier aan deel te nemen? Gevraagd? Gevraagd, ja. Ben je zo beroemd? Nee, ik ken de juiste mensen. Jij kent die. Leuk. Het is echt. Ik herken er een beetje Mondriaan in. Oh, nou, toevallig. Ja. En het blijkt dus met de stijl te noemen jullie het ook, hè? Ja, dat is de kunstbeweging. Ja. Dus de stijl. Op dit huis gaan we desel painten. Ja. En de techniek die gebruikt is vroeger bij de marine. Ja. Zodat de onderzeeërs niet de afstand konden schatten om de torpedo's in te stellen. Dus dit is de route naar Scheveningen. Ja. En daarom hebben we gekozen voor. Ja. En dan is het dus de bedoeling dat de hoek, de echte hoek, verdwijnt en dat we andere hoeken creëren. Zo. Dan is het dan werken we vanaf dit punt. Ja. Die lijnen trekken we door naar zeg maar, het fietspad en het voetpad. Ja. En dan moeten we nog eventjes kijken, denk ik, dat we hier een plaatje erin lassen. Ja. Waar je dan doorheen kan kijken met je ogen, dat je dan dus vanaf hier. Want dit is maar vanaf 1 punt natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat begrijp ik. Ja. Helemaal te gek. En hoe heten jullie? Jouw naam? Mijn naam is Daniel. Daniel, dus alweer een Daan. Dus alweer de derde een Daniel, al. Ja. Dus de derde al, ja. Dat is Micha en dat is Enrico. En die gaan het straks allemaal even. Ja, we gaan met z'n drie. Dit is dus een punt waar je vanaf moet kijken. Ja. En dat is eigenlijk dit punt. Ja. Je haalt daarmee het perspectief van het gebouw weg. Ja. Doordat je de lijnen zeg maar op een andere manier erop zet. Ja. Alleen als je dichtbij staat of je gaat op een andere plek staan, dan klopt het ook weer niet. Ja. Dus het is maar vanaf 1 punt zichtbaar en dat is ongeveer het punt waar u staat. Dus dat is even mikken. Ja. Meet je het na of is dat gewoon puur uit jullie gezichtsveld dat jullie die plakkers erop doen? Nee, dit is Timmermans. Gewoon Timmermans zelf. Ja. Gewoon kijken. Ja. Dus ook een beetje proberen van oké, nou dat, dan kan je weghalen, veranderen, kijken hoe het werkt. Ja, grappig. Van alle hokken. Ja. Zijn er foto's gemaakt van voor, de situatie voor en situatie na. En dan kan je dus heel goed het verschil zien. Ja. Want sommige mensen die letten daar eigenlijk al niet meer op. Wat voor rotzooi erop staat. Ja. Zo'n hok meestal helemaal volgekant met alles en nog wat. Ja. Niet iedereen vindt dat even mooi. Nee. En ja. Er zitten dingen bij waarvan ik zeg van nou dat vind ik best wel leuk. Maar er zitten ook dingen bij waarvan iedereen wel weet van nou dat zijn jongens die moeten gewoon nog oefenen. Ja. En nou, dat dan lekker op een legale buurt doen in plaats van hier waar de buurt te last van heeft. Ja. Het is leuk, het is een soort cadeautje voor de buurt. Het is een cadeautje voor de buurt, ja. Ja. En dat is daar donderdag? Als het goed is daar donderdag onthulling van. Oké, okay. Dus, nou ik ben benieuwd ook wie dat dan, niet wie dat gaat onthullen, maar of het bekendgemaakt wordt. Want ik bedoel, het is omdat ik nu. Ik heb het daar ook het voor. Het is eigenlijk een geheim. Het is eigenlijk geheim. Het is een geheim iets. Ja. En dat is we stonden bij het Koningsplein toevallig. Ja. En daar waren de mensen van het buurtbestuur, die waren helemaal het er niet mee eens.
wat er op het huis kwam. En we hebben natuurlijk een vrijzegging, een brief die getekend is. Ja, die is dan ondertekend door iemand waarmee zij in overleg zijn van, goh, wij willen het huis adopteren en we willen daar klimop tegenaan. Daar hebben ze vorige week overleg mee gehad en die heeft niks gezegd, omdat het natuurlijk een geheim is. Dus dat was met politie erbij, want die mensen die wilden daar een pot verf tegenaan gooien. Oh. Daar werd dan mee gedreigd van, jongens, jullie moeten stoppen. Want, vrij agressief dus. Ja, dat is best wel... Ja, daar ben ik niet bang uitgevallen. Dus het is toch het plekje van de crypt eigenlijk, hè? Ja, heel veel mensen we hebben daar de speelkaarten of een speelkaartafbeelding van een koning aan beide kanten opgeschilderd. Zeg maar. Oh, dat staat er dus nu al? Dat staat er al, En daarvoor hebben we gekozen de kleuren geel en groen. Natuurlijk is geel en groen een beetje Den Haag, maar ook als je zeg maar, op het plein loopt, dan zitten er een paar aantal restaurantjes en wel mooie panden. Er zijn nog groen met geel. Ook als je kijkt naar de begroeiing. Nu staan er de narcissen. Ja. Dat is ook groen en geel. Dus dat, inderdaad. Vanuit ons oogpunt was het helemaal afgestemd. Maar de buurt zei, nee, dat moet grijs, want het moet niet opvallen. Dan is het te aanwezig op het plein en dat willen we niet. Ja, traditioneel zit er in zo'n speelkaart zit meestal zwart en rood, of zwart, iets met blauw of rood. Daar hebben we dus expres niet voor gekozen, omdat dat vroeger een territoriumstrijd was daar. Leuk.